het is tijd voor de pakken buiten te dragen. Pinky donut. Ja, donut. 5 voor 2 euro, zeg. In de Lidl. De Lidl. Dat is en goed. En op de donderdag op de 17. Dat is goed, hè. Ja, ik ben even aan het vloggen. Dus dat je het weet, hè. Goedemorgen. Is er ook van? Ja, het is een omsteker. Het is een barbecue. Die wil niet. Verder kijken, maar lekker. Kool barbecue, 30 euro. Oldschool. Niet veel geld. Nee. Een barbecue. Dan kan je hier barbecue. Dan moet je dan niet meer beschikbaar online, toch niet? Ik ga je mee pakken voor mijn bakbuis te zetten. Kijk jongens, zo donker wolken. De nacht is echt aan het vallen, mensen. Kijk. De nacht is echt aan het vallen. En de was moet ook nog af, maar eerst gaan we jas aandoen. Ik mag terug gaan werken op school, mensen, trouwens. Dat is ook weer al een heel goed ding, want ja. Dat is toch ook wel een beetje blij om. Want dat bleef ook wel een beetje duren. Nou, het was eerst paasvakantie en zo, maar toch. Is het, waarom doen mensen hun jas eigenlijk gewoon helemaal dicht? Dat heeft de kuisvrouw gedaan, denk ik. Of nee, die heeft dat gedaan. Oké. Dat is iets wat ik dus nooit doe. Hè. Zijn jas toe doen. Zo. Voilà. Helemaal klaar om naar buiten te gaan. Voor die bak buiten te zetten. En wie als eerste buiten? De konijnen. Zo. Zo. Best. Oh, het is echt al heel donker. De deur even toe, want als je hier buiten te snuffelt, dan gaan die misschien naar daar. Zo. Het is wel niet 100% vol, maar vol genoeg om toch buiten te zetten, want ik zou het toch niet willen. Zo. Voilà. Meer naar buiten. Het is donker, dus je gaat me niet zo goed zien. Maar dat is als de nacht valt, hè. Als de nacht valt. Daar heb je nog zo'n witte wolken, zie je? Ik ben de eerste die zijn bak hier zet. De allereerste. Maar is zoveel afval. Als de nacht. Laten, hè. Dat is goed, ja. Het is echt pikdonker, zie je. Er is bijna geen licht. Ja, hopen we dan in te donkeren.
Bam, bam. Bam, bam, bam. Ik sta wel definitief buiten, maar je ziet eigenlijk niet zo perfect. Ik sta echt. Zo. Voilà, dat is buiten gezet. De konijntjes zijn ook buiten hier. Nu moeten we nog dit in die bak leggen. Dat moeten we ook nog doen. De was. Hier is de was. Ik kan echt niet op plooien of zo. Daar ga ik niet aan beginnen. Moet toch nog gestreken worden, dus. Daar ga ik echt niet aan beginnen. Dat is te zot. Echt, je ziet dat ook de wolken en zo. Nou, ik kan dat ding naar binnen. Dat doe je een beetje in de avond, ja. Wat doe je als het avond is, hè? Wat doe je als het avond is? Want van 's avonds mis ik je vaak. Kan je even jullie hier zetten? Ik kan het niet hebben als het avond is. Tot avond mis ik je vaak. Zo. Dat is weer al gebeurd. Tijd voor het volgende live gaan op TikTok. Dat doe ik ook altijd in de avond. Live gaan. Dus dat gaan we nu ook doen. Live gaan. Ondertussen is het natuurlijk al wat later en gaan we natuurlijk slapen. Maar we moeten eerst die konijnen nog in een kotje krijgen. En dus dat moeten we nog eerst eventjes doen. Voor we kunnen slapen natuurlijk. En dat is niet altijd heel gemakkelijk om die daarin te krijgen. Maar goed, dan moet je helemaal slapen. Hey kotjes, nu. Er is altijd wel een beetje van, een beetje wild. Ze zitten nu hier. De konijntjes, ze verplaatsen zich constant. Ik ga eens trouwens zien. En ze denken, nee, niet met mij. Maar toch wel. Tom. Kom. Naar je kotje, kom. Lopen. Erin. Erin, voilà. Dat gaat allemaal even zien. Oh, en de folder is er ook. Doe dat dicht, voilà. De folder is er ook, alleen als je weer niet weet. Zo, dicht doen. Zo. Kotjes dicht. Volgende kotje dicht, zo. Nog water. Moet je nog hebben, water. Nog snoepjes, daar is die andere, die loopt daar een beetje rond. Ja, die is hier, zodat je kan zien. Die loopt daar onder de tafel. Dus nu gaan we dat eens opvullen. Oké, we gaan eens kijken wat we kunnen pakken. Om water, dat ik noem. Dit kan ik al gebruiken. Zo. Zou je dat weer te krabben? Ja. Dat heeft zich hier plaatsen. Dit is een bakje niet echt aan te raden. Maar goed, dit is er. Voilà. Zo. Water. En dat andere. Ja. Dat is een ander ding. Die maak je zo hier los. Zo. Ook ideaal.
Zo. Zo, het topje eraf. Zo. Nu zit er water in. En dan heb je de kattenbak. Met kattenwater. Oepsakee. Hup. Je ziet, het is donker op de kamer. De poes loopt, maar je ziet ze toch lopen. Nu is de poes die een beetje aandacht krijgt. En wat geven wij de poes altijd? Dit, hè. Dit. De overduidelijking niet gesponsord of zo. Dat kan niet. Zo. Dat ding is eraf gevallen, zullen we nu even terug oprapen. En dat is ons nachttijd doen, avondroutine op. Dus ik ga nu slapen. Hoop ik vond je dit een leuke video, dan zeker een duim omhoog. Vergeet niet te abonneren en wil je dit meer zien, laat hieronder weten in de comments. En dan maak ik zeker en vast een gloednieuwe video daarover. Tot ziens. Tot ziens allemaal.